perrontunnel zonder plafond. Gezond en weerbaar op reis. En communiceren op vakantie. Dit is het kanaal 13 Nieuws. Een mooi cederhouten plafond zou de nieuwe perrontunnel op het Arnhemse station moeten sieren tijdens de feestelijke opening afgelopen weekeinde. Maar de werkelijkheid was anders. Het plafond bleek volgens de brandweer niet veilig en is compleet verwijderd omdat het niet juist behandeld bleek. Een tegenslag voor ProRail. Ja, een tegenslag, want de bedekking van het plafond van de perrontunnel die bleek niet brandveilig genoeg, dus die moesten we er weer uithalen. En dat na 6 weken werk, dat is best jammer. Hoe kan het nou dat zo'n plafond geplaatst is zonder dat het behandeld is? Ja, dat zijn we nu aan het onderzoeken. Het plafond was op zich wel, of tenminste eigenlijk de dakbedekking die er moest komen op het plafond, die was wel behandeld. Maar testen die op ons verzoek zijn uitgevoerd, die wezen uit dat die behandeling niet voldoende was. Dus het was niet brandveilig genoeg. En toen hebben wij besloten om het toch maar meteen uit te halen, want ja, een halfbakken oplossing, daar zit niemand op te wachten. Nee, je zegt heel duidelijk ook dat jullie die test hebben uitgevoerd. Dus jullie zijn daar zelf mee gekomen, zeg maar. Ja, wij willen natuurlijk veilig werken en we willen ook een veilig product opleveren, dat straks iedereen daar goed gebruik van kan maken zonder zich zorgen te moeten maken of het allemaal in orde is. Ja. Dus dan laten we zelf natuurlijk ook dat soort testen doen. Tegelijkertijd weten wij ook dat bij het opleveren van zo'n ruimte die openbaar is, de brandweer en de gemeente en de bevoegde instanties dus daar een positief oordeel over moeten vellen. Dus we willen natuurlijk ook zelf in dat licht zeker weten dat het goed zal komen. Er is ook nog niet duidelijk wie er verantwoordelijk is, hè? Nee, we moeten nog even uitzoeken hoe dat nou gekomen is, hè? Ik vroeg het zelf natuurlijk ook al van, hoe kan het nou dat je toch al 6 weken bezig bent met het aanbrengen van een plafond. En dan toch 2 weken voordat de perrontunnel open zou gaan, erachter komt dat het niet goed genoeg is. Ja, ja. Het liefst hadden we dat natuurlijk ook voorkomen. De perrontunnel is in grote lijnen is die gewoon klaar. Ja. Maar de komende tijd moet er nog best wel wat gebeuren. Er zijn bijvoorbeeld een aantal opgangen naar de perrons toe die nog niet geopend zijn en dus daar ook de roltrappen nog niet van werken. En die kunnen pas open op het moment dat de perrons op die plekken ook zijn aangepast. En die moeten daar nog worden verlegd en die kunnen pas verlegd worden als de sporen zijn verlegd. En zo grijpt ook het werk aan de perrontunnel helemaal in het project wat er ook loopt, namelijk sporen in Arnhem. Nou, tot slot, hoe groot zal de overlast zijn voor de passagiers? De bedoeling is dat we het werk aan het plafond gaan uitvoeren in de late uurtjes. Dus dat er al weinig reizigers zijn. En de reizigers die er dan nog zijn, die worden natuurlijk apart gehouden van de plek van de werkzaamheden. Dus je kunt ook niet dan aan het plafond gaan werken over de volle breedte van de tunnel, want daar zou er niemand meer doorheen kunnen. Dus daar zullen we ter plekke wel een oplossing voor verzinnen. En tot zover Joukje Schaafsma van ProRail. De Hogeschool Arnhem-Nijmegen komt met een opmerkelijk onderzoek onder Nederlanders die meer dan 2 dagen werken per week. 39% van de mannen en maar liefst 53% van de vrouwen zegt zich niet fit te voelen. 3 van de 10 ondervraagden vinden dat de werkdruk is toegenomen en minder dan de helft heeft na de vakantie weer zin om naar het werk te gaan. Het onderzoek moet leiden tot tijdige signalering van stagnatie als voorbode van ziekteverzuim van werknemers. De buikomvang van vierdaagse wandelaars. Dat wil inspanningspsychologe Maria Hopman van het UMC Sint Radboud dit jaar gaan meten. Hopman deed de afgelopen 4 jaar onderzoek onder vierdaagse lopers. Onder meer naar de vochthuishouding na de hete vierdaagse in 2006. Het middeleeuws festival in Nijmegen wordt uitgebreid en is nu verdeeld over 3 dagen. Het festival kent een zeer uitgebreid muziekfestival. Hoogtepunten van het festival zijn onder meer de roofvogelshow, de bestorming van de Kruittoren in het Kronenburgerpark, het riddertoernooi in het Valkhofpark en een middeleeuws huwelijk in het stadhuis. Op 26, 27 en 28 augustus verandert Nijmegen in een middeleeuwse vesting. Een reis geboekt, maar bent u toch niet helemaal gerust op uw weerstand of gezondheid? Geen idee of u medisch voldoende bent voorbereid op uw trip? Dan biedt de Radboud Travel Clinic in Nijmegen uitkomst. Vakantiegangers naar binnen- en buitenland kunnen bij de Universitair Centrum Reizigersgeneeskunde advies inwinnen en hulp krijgen. Nou, de Travel Clinic is opgezet omdat we hier de expertise hebben
om hele gespecialiseerde zorg te kunnen bieden voor mensen die op reis gaan. En dat betreft dan zowel de zorg voor mensen die voordat ze op reis gaan, als ook de zorg die we achteraf kunnen bieden als mensen met eventueel gezondheidsproblemen terugkomen. Wat zijn nou de meest voorkomende vragen en klachten die jullie hier op het spreekuur binnenkrijgen? Nou, klachten van mensen die terugkomen als ze op vakantie zijn geweest, dan zien we veel mensen met koorts. Nou, zeker bij koorts kan een tropische infectieziekte aan de hand zijn. Bijvoorbeeld malaria of dengue, hè, knokkelkoorts. Dus als iemand koorts heeft als ze terugkomen van een reis, en dan willen ze eigenlijk heel snel willen we die mensen zien. En dan kunnen we, hè, ons ziekenhuis heeft gespecialiseerde laboratoria. We hebben veel mogelijkheden hier om onderzoek te doen naar tropische ziekten. En dan kunnen we dus kijken of er bijvoorbeeld een malaria-infectie aan de hand is. En dat moet ook echt direct. Dus als iemand koorts heeft, nou, bijvoorbeeld een reis naar de tropen, dan moeten we mensen direct zien. Tweede klacht waar mensen vaak mee terugkomen is bijvoorbeeld buikklachten. Reizigersdiarree komt heel veel voor. En dat kan soms kan dat langere tijd aanhouden. En ook daarmee zien we mensen vaak. Geldt dat nou alleen voor medewerkers van het ziekenhuis en de universiteit of kan iedereen hier terecht? In principe kan iedere reiziger hier terecht. En waar wij ons met name ook op focussen zijn mensen die vanwege hun arbeid, vanwege bedrijven uitgezonden worden. En ook mensen die hier dus werken in het ziekenhuis, maar ook studeren op de universiteit of werkzaam zijn op de universiteit, die voor hun werk naar het buitenland moeten. En omdat ze bij die groepen zijn eigenlijk de werkgevers verantwoordelijk om hun medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen arbeidsrisico's, waaronder ook gezondheidsrisico's in het buitenland. En dat zijn specifieke groepen waar wij ons ook op richten. Ik ga in september drie maanden op reis naar China. En ik dacht, ja, laat ik maar even me vaccineren, zodat ik in ieder geval beschermd ben daar in het Verre Oosten. Dus vandaar. En gaat u voor werk of privé? Ik ga Chinees studeren, dus eigenlijk wel iets voor privé eigenlijk. Dus niet echt werk gerelateerd, dus ja. Wat voor vaccinaties heb je net gekregen? Ik heb net hepatitis A en voor buiktyfus gekregen. En over hepatitis B zit ik zelf nog even te twijfelen, maar goed, dat is voor latere zorg. Zitten er grote verschillen tussen bijvoorbeeld continenten? Ja, bijvoorbeeld mensen die naar Afrika of die naar Zuidoost-Azië gaan, die hebben meer kans op bepaalde infectieziekten. Afrika is berucht voor malaria. Op dit moment komt bijvoorbeeld dengue, dus knokkelkoorts, komt heel veel voor in Zuidoost-Azië en ook in Midden- en Zuid-Amerika. Dus er zitten zeker verschillen in. Moeten ze nog iets bijzonders meenemen voor het spreekuur? Ja, wat mensen mee moeten nemen, een aantal dingen. Als mensen al een vaccinatieboekje hebben, dan moeten ze dat meenemen. Als mensen medicijnen gebruiken, moeten ze ook een lijstje meenemen van medicijnen gebruiken. En als mensen bekend zijn bij andere dokters, dan hebben we ook altijd graag een doorverwijzing, bijvoorbeeld van de huisdokter of van de behandelend specialist in dat geval. Smartphones, iPads, laptops, van BlackBerry tot iPhone of Samsung. We gaan op vakantie en we nemen ons digitale leven gewoon mee. Ook tijdens ons bezoek aan het buitenland blijken Nederlanders enorm veel gebruik te maken van mobiel internet om bij thuiskomst te schrikken van de enorme rekening. Hoe is het dit jaar gesteld met de kosten? Er zijn tegenwoordig een hele hoop mogelijkheden om bij je abonnement extra data-abonnementen bij af te sluiten. Dat maakt het dus wel gewoon goedkoop om in Nederland gebruik te kunnen maken van data, Facebook, Hives, Twitter, nou, noem ze maar op. In het buitenland zijn die kosten een stukje duurder. Het advies is ook eigenlijk om niet echt data te gaan gebruiken in het buitenland, want die kosten reizen de pan uit. Wel is natuurlijk springen de netwerken daarop in met een aantal voordeelbundels. Zoals Vodafone het kent, Vodafone mee op reis. Dat is een bundel die kost €2 per dag. En dan heb je in principe 35 MB te verbruiken in het buitenland per dag. Ga je daar overheen, betaal je nog 30 cent. Dus dan is het nog redelijk te doen. Praten we toch over bijvoorbeeld een fotootje zo gauw 2 MB, hè? Het ligt er inderdaad wat voor foto, wat de kwaliteit is, maar een upload van een foto. Ja, zeker wel rond een MB ligt die wel, ja, zeker, ja. Ook T-Mobile heeft die voor een oplossing, dat is de Travel en Surf. Er zijn verschillende bundels te verkrijgen. En met verschillende soorten data's erbij, dus het ligt eraan wat je wil verbruiken. Je hebt een kleine dagpas en een weekpas, zeg maar. Hoe zit het nou met landen die je echt moet mijden als het gaat om dataverbruik?
Nou, dataverbruik is vooral duur in of buiten de EU. Turkije hoort er ook bij. Dat zijn de landen waar je eigenlijk geen gebruik moet gaan maken van je data. Want het zijn gewoon echt dure landen. Ja. Het is goed dat je het zegt, ook Turkije inderdaad. Ja, Turkije. Ze zeggen het hoort bij de EU, maar dus qua telefoonkosten is het inderdaad allemaal duurder in Turkije. Ja. En ik hoor plaatsen, als je naar Amerika gaat, al voor 8,95 per MB is heel normaal. Ja, absoluut. Ja, KPN hanteert een tarief van 8,95 per MB zonder de bundels. Ja, voordeelbundels. Ja. Ontzettend leuk natuurlijk. Je vakantiefoto's direct op Facebook. Of snel even die leuke dame zonder bikini op de foto twitteren naar je vrienden. Maar dat kan dus enorm duur uitvallen. Wat gaat u doen deze zomer met uw mobieltje, laptopje of iPad? Als ik hem uitzet is het geen duur grapje. Als ik mobiele data uitschakel is het ook geen duur grapje. Maar we gaan niet foto's maken en uploaden naar Facebook? Foto's maken is geen duur grapje. Nee, maar uploaden naar Facebook wel, hè? Je moet zorgen dat je naar een camping gaat waar je gewoon wifi hebt. Dan heb je daar geen last van. En waar ga je naartoe op vakantie? Naar Renesse met vriendinnen en 2 weken naar Italië. Kijk, Italië. Als je nou op Italië bent en je ziet een leuke foto en je maakt een foto. En ja? Die ga je uploaden naar Facebook. Dat doe je met je mobieltje. Ja. Ook in Italië? Nee, dat kost te veel geld in het buitenland. Dus... Dan 2 weken zonder mobiel. Ja, echt? Zonder? Nee, niet helemaal zonder, maar zonder internet. Oké, dan ga je echt uitschakelen? Ja. Gaat u dan ook de data uitzetten of gaat u dat gewoon aan laten staan? Nou, ik ga hem wel aan laten staan voor het geval dat ze uit Nederland toch met spoed moeten bellen. Dus maar je gaat geen foto's uploaden of e-mails lezen? Of nee, dat... nee. Dat doen we niet. Oh, nu niet? Of? Laptop mee. En dan gaan we ergens naar een cafeetje waar we gratis kunnen wifi'en. En dan gaan we daar wel weer dingen mee doen. Blijven Nederlanders, hè? Blijven Nederlanders. Heb je de telefoon meegenomen? Nee, heb ik thuis gelaten. We hadden gratis internet in het hotel en de iPad is dan voldoende. Ja. Maar je weet wat het kost, hè? Bellen in het buitenland, mobiel. Ja, we hadden aparte telefoon daarvoor bij, dus net zo makkelijk. Je sluit daar geen aparte abonnementen voor af? Geen onzin. Ja. Geniet er even van het weer in Nederland, hè? Prettige dag nog. Tot zover het kanaal 13 Nieuws. Heeft u tips? Wilt u deze uitzending op DVD bestellen? Of nog een keer terugkijken? Surf dan naar kanaal 13.tv. Straks gaan we aapjes kijken naar etenstijd en een week lang feesten in de buitenlucht. Allemaal in Uit TV. Direct naar het weer, hier op kanaal 13.